Voor wat betreft de knippa verkopende kinderen die automobilisten lastigvallen, is parlementariër Cedric van Samson kort en duidelijk. Hij vergelijkt het met een vogel en haar nest. Het is moedervogel die eten gaat zoeken voor haar kinderen en niet omgekeerd. Dus zo ook zal het hier moeten gebeuren. Dat is zijn antwoord. De ouders en of verzorgers moeten hun verantwoordelijkheid kennen en niet de kinderen erop afsturen om geld te gaan verdienen. U hoort Cedric van Samson, parlementariër. Meneer Ganesh, u weet het misschien niet. Ik ben ook zelf slachtoffer geworden hiervan. Ik heb jaren terug aangifte gedaan. En ik heb het ook op social media geplaatst om aandacht te vragen hiervoor. Wat ik heb ervaren is dat... Kijk, we staan onder een boom, meneer Ganesh. Zelfs vogels bouwen een nest voordat ze eieren leggen. En ze broeden die eieren uit. En die vogel vliegt weg en gaat een wurmpje zoeken voor die kleine vogels. Je ziet geen enkele kleine vogel springen uit een boom om zelf een wurmpje te gaan zoeken. Daarmee bedoel ik, meneer Ganesh, dat het instinct van een vogel zo goed werkt om zijn jong in bescherming te nemen, zelfs al bij de gedachte van voortplanting, om een locatie te zoeken om dat jong veilig op te kunnen brengen. Maar wat we nu zien is dat mensen in de schaduw van een boom zitten, de ouders, terwijl de kinderen van 5, 6, 7 en 9 jaar, toch, rennen in het verkeer. En op den duur ertoe overgaan om vandalistische handelingen te plegen. En dat vind ik erg. Ik keur het af. Want het neemt een vorm aan waarbij de staatsveiligheid en de veiligheid van het verkeer en dat van het bezit van een automobilist in gevaar wordt gebracht. En u moet niet vergeten, meneer Ganesh, Suriname heeft het kinderrechtenverdrag geratificeerd, waarin duidelijk is opgenomen het blootstellen van een kind aan gevaar. En wanneer jij als volwassene het gevoel ontbeert om voor jouw kind te zorgen, voor nyam a ontbering in a song of in wisang, voor zorg dat kapchin dat abinyang, dan moet jij daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Omdat Suriname heeft dat verdrag geratificeerd. Net zoals we nu hier praten over het schrappen van de doodstraf eruit, omdat Suriname ook internationale verdragen heeft geratificeerd, dan vraag ik me af, wat voor zin heeft het dat we voor de ratificatie, toch, van die verdragen, ervoor zorgen dat we bepaalde zaken veranderen in onze wetgeving, maar we in de uitvoering er niet op zorgen. En niet voor zorgen dat wat we hebben geratificeerd, dat we ons ook daaraan houden. En ik roep de verschillende groepen op. De maatschappelijke groepen op. Neem je plaats in. Wanneer je zegt op te komen voor de verbetering van een bepaalde groep en je dit gedrag constateert bij die groep, grijp in. Ik roep de minister van Justitie en Politie ook op om conform dat verdrag dat Suriname heeft geratificeerd op te treden tegen deze ouders die hun kinderen in die zone laten om in gevaar te zijn. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. We moeten onze kinderen niet blootstellen aan gevaar. Onder geen enkele omstandigheid. Dan zeg ik, maak jij als moeder dat offer om te gaan werken. Maak jij als vader dat offer om te gaan werken. Maar ik kan nimmer goedkeuren. Nimmer goedkeuren of goed praten dat een kind van 7, 8, 9 of 10 in het verkeer moet hosselen terwijl die moeder in de schaduw zit. Het is geen goede zaak, meneer Ganesh. Moeder zou gaan moeten werken. Net zoals die vogel uitvliegt om een wurmpje te gaan zoeken voor die kleine, voor dat kuikentje. Net zo zou die moeder dat moeten doen. Een moeder die van haar kind houdt, stelt haar kind niet bloot aan gevaar. Het is jammer dat dit gebeurt. Ik zeg het weer, het is jammer dat dit gebeurt.